iedereen, het is vandaag vrijdag 11 mei en welkom bij de derde Road to Graduate vlog. Ik ben nu, het is nu 10:45 en ik ben nu volop bezig met het bewerken, met het uploaden bedoel ik, van mijn tweede Road to Graduate. Die is, die komt om 11:30 online en die is bijna vorige upload. Dus dat is super goed. Vandaag ga ik weer voor school werken. Ik ga even zeggen hoe mijn weekend er nog uitziet. Dus gisteren, ja, dat hebben jullie in de vorige vlog kunnen zien, heb ik niet zo heel veel gedaan. Vandaag ga ik nog voor school werken. Morgen ga ik nog voor school werken. En zondag heb ik mijn laatste danswedstrijd. Heb ik nog een Belgisch kampioenschap. Want ik dans bij twee federaties en daardoor hebben we twee BK's. Nu, vandaag is het dus weer voor school en beginnen doen we natuurlijk weer met de matcha planner in te vullen. Dus wat ik ga doen vandaag? Ik heb vandaag natuurlijk geen school, net zoals gisteren, want het is hemelvaart denk ik, dus maak ze brugdag. En ik moet een boekbespreking maken en daarvoor moet ik ook een collage maken van 5 boeken die ik de afgelopen heel mijn leven gelezen heb. En dan moet ik ook NW samenvatten, zodat ik terug helemaal ben bij samengevat met de les. Ik ga ook mijn vooronderzoek dan verbeteren, want dat heb ik gisteren niet kunnen doen. En Loren moet ik ook een berichtje sturen voor foto's aan de literatuurstudie. En vandaag heb ik mijn laatste wedstrijdtraining. Het is nu iets van 5:20 s'avonds. En ik ga ik heb mijn kleren aangedaan. Ik ga zelfs een banaan of zoiets eten. En dan heb ik vandaag mijn allerlaatste training op vrijdag van dit jaar. Normaal gezien, ik denk het toch. Dus het is vandaag de laatste keer dat ik op vrijdag moet gaan trainen. Want zondag heb ik mijn laatste wedstrijd. Dus dan zijn er normaal gezien geen trainingen meer na. En ik heb mijn kleren aan. Zo, legging, t-shirt. En ik ga dan rond 4:45 vertrekken. Dus ik spreek jullie daarna nog. En ik heb ook deze namiddag mijn collage gemaakt voor mijn boekbespreking. Of ik ben daar toch mee bezig. En ik heb al dit. Dus het, je moest 5 boeken die je gelezen hebt het afgelopen middelbare schoolleven moest je opplakken. Of ja, je moest daar iets, een collage rond maken. En ik heb al deze 3 boeken, zo telkens een kader rondgemaakt. En dan moet ik nu alleen deze 2 boeken nog doen. Ik heb hier een soort van gordijn voorgetekend, maar het is een klein beetje mislukt. Maar wat? Ik ga dus nu naar beneden in een banaan eten en dan nog eventjes wachten tot het tijd is om te vertrekken. En ik spreek jullie straks. Hoi hoi, het is vandaag zaterdag 12 mei. En vandaag is het weer een nieuwe dag, dus nieuwe to-do's. Gisteren heb ik na mijn dansen niet meer gevlogd, want ik was moe. Ik heb nog gegeten, mijn douche geweest en dan heb ik nog wat op mijn gsm gelegen. Op mijn gsm gezeten terwijl ik in bed lag, dus ik heb niet echt meer gevlogd. En ik heb ook niks meer voor school gedaan. Nu kan ik wel 2 dingen afstrepen. Mijn Nederlandse collage voor de boekbespreking heb ik gemaakt van gisteren. En ik heb NW samengevat gisteren. Nu, ik heb ook wedstrijdtraining. De laatste die kan ik ook uitstrepen. Maar mijn vooronderzoek verbeteren en naar Loren een berichtje sturen, dat heb ik toch altijd niet gedaan. Dus wat ik nu ga doen, het eerste dat ik nu ga doen, is naar Loren een berichtje sturen. En dan ga ik dat dus hier ook opschrijven. Maar ik
mijn vooronderzoek heb ik nog steeds niet verbeterd. En dat moet echt vandaag. Dus als dat vandaag niet gebeurt, ja. Desnoods doe ik het nog om 12 uur in de nacht als ik er ineens aan denk. Maar dat moet echt vandaag gebeuren. En ik ga even weer invullen wat ik ga doen vandaag dan voor school. Dus ik wil vandaag aardrijkskunde samenvatten. Want daar sta ik al ver achter met die samen, allee, met dat samen te vatten. Dus dringend tijd om iets wat bij te lopen terug. Ik moet dan ook zeker het vooronderzoek verbeteren. Zoek verbeteren. En dan Lore een berichtje sturen in verband met literatuurstudie. En voor de rest ga ik nog niks opschrijven, want dat ga ik dan pas bedenken als ik bijvoorbeeld een aardrijkskunde heb samengevat en het vooronderzoek verbeterd is en Lore een berichtje heb gestuurd. Dan pas ga ik bedenken van oké, nu ga ik dat nog doen of ik wil eigenlijk dat ook nog doen vandaag. Dus zo ga ik het doen. Ik moet dus 3 dingen doen vandaag. Het eerste van Lore een berichtje sturen ga ik nu al doen en dan voor de rest ja, mijn to-do-lijstje afwerken. Niet op mijn haar letten, maar daar draait het nu even niet om. Ik ben eindelijk, maar ook eindelijk klaar met het samenvatten van aardrijkskunde. Het was echt veel. Het waren, ja, ik denk 18 bladzijden of zo. Maar die bladzijden staan vol tekst, maar echt vol. Dus dan, ja, het duurt al lang en dan nog van de PowerPoint dit en dan nog dat. En dat is allemaal opschrijven, dus je moet ook alles kennen. Dus het is echt veel. Het is nu 2:55 en ik ben er dus eindelijk mee klaar. Ik ga nu even naar beneden wat pauze nemen en dan ga ik aan mijn vooronderzoek werken. Wat ga ik eigenlijk voortstuderen? Dat is een vraag die ik ongeveer, ja, toch wel meerdere keren per video krijg. En ik vond het nu wel een geschikt moment om eens uit te leggen waar ik ga voortstuderen. Ik kan beginnen met zeggen dat mijn keuze eigenlijk al, ja, 99% vaststaat, dus dat er eigenlijk niet echt een kans meer is dat ik nog ga veranderen van gedachten. En dat ik het eigenlijk ook al tamelijk lang weet. Nu, zeg nu wat je gaat voorstuderen. Ik ga volgend jaar verpleegkunde doen. En het is niet echt een big deal van wauw, spannend of zo, maar oh ja, ik wou dat eerst even zeggen. Ik ga dus volgend jaar verpleegkunde studeren en ik heb ook al een school gekozen. Dat wil ik liever een beetje voor mezelf, gewoon voor privacy en zo, ja, enzovoort. Ik ga zelfs ook zeggen waarom ik die school gekozen heb. En niet een andere school bijvoorbeeld. Maar goed, ik ga dus verpleegkunde studeren. En het idee was er eigenlijk al lang. Ik wou eigenlijk altijd vroedkunde gaan doen. Nee, ik wou ook echt graag vroedvrouw worden. Ik zeg dat eigenlijk al van het zesde leerjaar. Maar sinds vooral vijfde middelbaar, begon ik eigenlijk te twijfelen aan vroedkunde. Want vroedvrouw, als je vroedvrouw bent, ben je vooral bezig met de mama's. En ben je vooral ook bezig met de bevalling en het helpen van de mama's tijdens de bevalling, voor de bevalling, na de bevalling. Bijvoorbeeld leren hoe ze borstvoeding moeten geven, of het kindje voor de eerste keer mee op in bad zitten, of de ontsluiting meten, enzovoort. Maar ik wou eigenlijk vooral bezig zijn met de baby's. En ik merkte dus een beetje gaandeweg van, hey, vroedkunde is eigenlijk vooral met de mama's en niet echt met de baby's. Dus ben ik een beetje gaan beginnen nadenken. En toen kwam ook het tv-programma, Nieuw Leven of zoiets, op VTM. Iets waar het ging rond de geboorte van baby'tjes. En vooral, ook
prematuurbaby's kwamen daarin voor. Ik weet niet meer welk programma het was. Ik denk dat. Maar daar kwamen prematuurbaby's in voor. En ik had ook al vroeger tv-programma's gezien in verband met prematuurtjes enzovoort. En toen dacht ik eigenlijk, hey, maar dat wil ik wel graag doen. Want ik wou vooral, zoals ik daarnet al gezegd heb, heel graag bezig zijn met de baby en niet met de mama. Dus vooral het verzorgen van de baby's, het grootbrengen van de baby's. Vooral met de baby's handelingen doen. En daarom ben ik daarover beginnen nadenken van, zou ik dat iets leuk vinden? Is dat eigenlijk iets voor mij? Wat houdt dat precies in? En dan heb ik ook vooral naar die programma's voortgekeken. Ik weet dat dat misschien wel, ja, dat kan anders overkomen op tv dan in het echt is. Natuurlijk, maar het gaat er gewoon bij mij nu puur over echt het onderwerp. En de prematuur. En dat leek me heel, heel leuk om te doen. Dus toen ben ik gaan zoeken van, of ja, beginnen nadenken van hoe kan ik daar geraken? Wat moet ik daarvoor doen? En dan ben ik eigenlijk uitgekomen op dat ik eerst verpleegkunde moet gaan doen. En dan kan je eventueel een panaba. Of als het bij mij zover is, je gaat dat waarschijnlijk een postgraduaat zijn. Allemaal moeilijke woorden. Maar dat wil, een panaba wil zeggen of een postgraduaat dat je een jaar extra gaat doen. En in dat jaar extra ga je je specialiseren in iets. Dat heeft ook bijvoorbeeld meer kans om aangenomen te worden bij een job. Of dat je gewoon meer kennis daarvan hebt. Nu, verpleegkunde is sinds een paar jaar 4 jaar geworden. Dus dat wil zeggen dat ik eerst 4 jaar verpleegkunde ga doen. En dan waarschijnlijk mijn postgraduaat neonatologie pediatrie. En stel je nu voor, ja, pediatrie wil zeggen kinderafdeling. Dus als je werkt op de pediatrie in het ziekenhuis, werk je op de kinderafdeling. Dus waar allemaal kindjes liggen. Maar dat kunnen ook kinderen tot 18 jaar zijn of 16 jaar. Dus dat is allemaal wel, allee, dat kan ook hoog uitlopen. Maar ook baby's, kleuters, peuters, lagerschoolkinderen. En ja, pediatrie is dus vooral min 18. Allee, dat is eigenlijk alleen maar min 18 of zelfs min 16. Ik weet niet helemaal hoe. Dus dat wil ik graag gaan doen. En stel je nu voor, er is op de neonatologie niet echt een job. Of neonatologie ligt me niet helemaal, maar pediatrie wel. Kan ik met die panaba ook pediatrie gaan doen, want dat houdt dat samen in. Dus dat is panaba, pediatrie, neonatologie. En neonatologie wil zeggen bij de prematuurkindjes. En pediatrie bij de kinderen, bij kinderafdeling. Ik heb dus een school gekozen, zoals ik zei. Ik kan wel zeggen dat eerst mijn plan was om naar Antwerpen te gaan. En dan zou ik op kot moeten. En dan zou ik moeten stoppen met dansen. En zo. En dit en dat. En dan ja, zou ik dus op kot moeten. Want het is voor mij niet haalbaar om elke dag te pendelen naar Antwerpen. Dan moet ik eerst een bus nemen naar het station. Dan nog naar het station van naar Antwerpen gaan. En dan van het station van Antwerpen nog met een tram naar mijn school. Dus dat was allemaal niet haalbaar. Dus dan zou ik dus op kot moeten gaan. Op kot gaan wou dus ook zeggen stoppen met dansen. Dan laat je hier alles een beetje achter. En ik zag dat eigenlijk wel zitten, alleen na dansen, ja, dat vond ik heel moeilijk. Dus daarom ben ik tijdens de open deurdag naar die twee scholen gaan kijken. Ik ben naar Antwerpen gaan kijken en dan naar de andere school. En dan bleek toch dat de andere school, dus niet Antwerpen, mij toch beter lag. En dat die sfeer daar wat beter was en de manier van aanpakken was daar beter. En ja, ik weet niet. Het voelde beter daaraan. En Antwerpen, dat was ook heel erg Antwerpse mentaliteit. En nu, ik heb daar totaal niks tegen. Maar ja, ik kan daar niet zo heel goed in omgaan. Ik heb liever... de school waar ik nu heen ga is echt vlak bij mij. Die is echt niet ver. Dus dat is allemaal zo'n beetje meer hoe dat wij hier zijn. En Antwerpen, die hebben toch een beetje een andere mentaliteit. Dat is echt niet slecht bedoeld. Maar dat is gewoon zo'n beetje. En daar kon ik niet zo goed mee omgaan of... Ja, dat zag ik niet helemaal zitten. Dus daarom heb ik ook voor die school gekozen. En dan moet ik ook niet op kot. Kan ik blijven dansen? Kan ik hier thuis blijven? En dat zie ik helemaal zitten. Ik ben ondertussen al 6 minuten over mijn studiekeuze aan het praten. Maar ik hoop dat het voor jullie nu een beetje duidelijk is. En dit was eigenlijk helemaal een uitleg. Moest je nog vragen hebben over verpleegkunde, neonatologie, pediatrie, mag je die zeker altijd stellen. En zijn er hier mensen die naar het ook gaan voortstuderen volgend jaar? Laat zeker even in de comments achter wat jullie gaan voortstuderen. Daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Wow. Heel benieuwd naar. Ik heb er echt genoeg van. Wacht zo. Ik ga nu stoppen met mijn vooronderzoek te verbeteren, want het valt toch niet. Ik ga buiten zitten en mijn boek lezen. Dus dat is ook voor schoolwerken. En terwijl ik lekker in het zonnetje. Hallo, het is vandaag maandag 14 mei. En vandaag is het zeg maar de laatste vlog van de derde Road to Graduate vlog.
Het is nu iets van 5 uur ongeveer. En ik had vandaag geen echte lesuur. Dus ik was rond 4 uur thuis. Heb ik nog wel in de zetel gezeten. Heb ik even andere kleren aangedaan. Dus dit heb ik nu aan. En dan zit ik nu achter mijn bureau. Ik had vandaag niet echt een productieve dag qua lessen. Ik had in de voormiddag 4 uur studie, waarvan 1 uur werd ingenomen. En dan, waardoor we dan geen echte hadden. En in de namiddag ja, hadden we dan nog maar 3 uur les. Dus ik heb vandaag maar 4 uurtjes les gehad van de 6 en 8 normaal. En ja, voor de rest, dus de studie heb ik wel heel goed kunnen werken voor mijn GP. En dus daar heb ik wel heel veel in kunnen doen. Dus daar ben ik wel heel content van. Ik ben eigenlijk was het wel een productieve dag, maar qua lessen was het niet echt een productieve dag. Nu moet ik dus werken voor school en ik heb ook al plannen gemaakt. Tegenwoordig neem ik mijn planner echt veel meer naar de les. En ik doe dat, ik weet niet waarom. Maar dan kan ik zoal tijdens de les een beetje opschrijven van ja, dat wil ik doen, dat wil ik doen. En dat is veel beter. Dan kan ik thuiskomen en dan kan ik gewoon direct aan beginnen. Zonder te hard te moeten nadenken. Maar dus. Ja, ik moet natuurlijk in mijn boek lezen vandaag. Ik ga NW nu samenvatten. Want ik heb al aan mijn vooronderzoek helemaal verbeterd. Mijn literatuurstudie is verbeterd. En ik ben aan de planning bezig van het didactisch model. Dus dat heb ik ook al eigenlijk een deel verbeterd. Ja. En ik moet vlog 3 bewerken. Hier heb ik weer zo een planning gemaakt van wat ik hele week, wat ik deze week allemaal moet doen. Daar gaan sowieso nog dingen bij komen. Maar dan kan ik bijvoorbeeld kijken van, ik zie dat ik dit moet doen. Ah, hier heb ik even niks te doen. Dan pak ik iets van hier dat ik hier ga doen. Zo bijvoorbeeld. Dus het is ja, niet zo heel veel vandaag. Maar daar, ja, dat kan nog wel eens even lelijk tegenvallen. Ja, het zou fijn zijn als het focust, hè, jongens. Oh, en dan deze, als ik na dit klaar ben, ga ik hier nog wel aan voortwerken. En dan dit natuurlijk. Waarschijnlijk heb ik het al wel eens verteld, hè. Maar tijdens samenvatten luister ik tegenwoordig altijd muziek. En dat doet me echt productief worden rond een of andere reden. Ik weet niet waarom. Maar meestal heb ik ook zo rond een bepaalde tijd dat ik zeg van oké, nu moet het echt af. En dan zet ik het gewoon af en dan vat ik gewoon verder samen. Dus dat is misschien een goede tip om zo in het begin zo erin te gaan van het samenvatten.